Welkom bij een nieuwe aflevering van Compleetankers met als gast Marcel Messing. Voor we beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt, en deze ook te delen met uw omgeving. Om te kunnen liken moet u een account aanmaken op Rumble en dan kan u zich daar ook abonneren. Vanwege de censuur hebben we immers moeten beslissen om deze afleveringen niet meer integraal op YouTube te plaatsen. We zouden jullie ook enorm hard willen bedanken voor de vele steun die we de laatste maand van jullie mochten ontvangen. Dankzij jullie kunnen we elke week nieuwe afleveringen blijven brengen, dus enorm veel dank hiervoor. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Marcel Messing is geboren in Den Haag in 1945. Hij is zowel antropoloog, filosoof en auteur. Hij was onder andere stafdocent en decaan en wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam. Hij schreef sinds 1977 zo'n 25 boeken en gaf gedurende ruim 40 jaar onderricht via lezingen in verschillende landen. Als spreker staat hij bekend om zijn synthese van Oosterse en Westerse wijsheid. Hierbij verbindt hij de diepere inzichten van esoterie met wetenschap, religie, kunst en poëzie. Na een aantal jaren grondig verdiept te hebben in de verborgen krachten achter het wereldtoneel, begon hij in te zien dat de spirituele evolutie van de mens ernstig wordt bedreigd. Als gevolg daarvan schreef hij in 2006 het boek Worden wij wakker over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Bovenal is Marcel echter een man met een buitengewone missie. Na dit gesprek stapt hij morgen in de auto richting de Franse Pyreneeën waar hij samen woont en leeft met zijn levenspartner en zielenmaatje Marijke. Dit is overigens het laatste gesprek met hem dat op de bodem der lage landen wordt opgenomen. Welkom in België, Marcel. U bent hier al enkele dagen. U heeft zelf 14 jaar in Brugge gewoond, als ik mij niet vergis. Ja, uh, allereerst uh, Steven, dankjewel voor jouw fantastisch mooie introductie. En helder bewoordingen. En misschien mag ik daar meteen even, voordat we dan over bruggen gaan praten, Zeker, ja. op aanhaken. Want het is de eerste keer dat ik hier bij jullie in dit programma ben. Ik vind het een waar genoegen. En natuurlijk geïnformeerd door een dierbare vriend die zei, hier kun je rustig komen. Dat zijn hele mooie, fijne zielen. Maar aanhakend ook op wat je zegt, we gaan het niet meer op YouTube plaatsen. Dan kom je meteen, daar kunnen we straks eventueel nog over kijken of we daar dieper op doorgaan. Hier kom je dus bij het vraagstuk: wie beheersen de, de media? En de protocollen van de machtselite, zoals we ze graag noemen, daar staat overduidelijk een protocol in: wij beheersen alle media. Dus dat geeft reden tot nadenken: waar is onze vrijheid tot uitdrukking? Waar is onze mogelijkheid tot dialoog? Waar is onze mogelijkheid tot kritiek? Kratiek betekent letterlijk in het Grieks krijn, de dingen te scheiden. Dat heeft niets te maken met meteen aanvallen of verdedigen, maar hoe zitten de dingen in elkaar? Dan naar Brugge. Ja, Brugge, de Graalstad ook. Ik zie hier toevallig, dat is echt niet hier bewust neergelegd, een prachtig boek, Parsifal en de Graal, van een dierbare zielenvriendin Marianne van der Dunge. Maar Brugge is ook een Graalstad, met een hele rijke traditie. En daar hebben we 14 jaar mogen wonen. Dat is alweer een hele tijd geleden. Nou ja, ik denk voor een paar duizend mensen stapsgewijs... iedere week een, ja, zeg maar een groep van maximaal zestig mensen die we toe konden staan. Want we deden dat in de huiskamer. Huiskamer themadagen over allerlei onderwerpen. Jaren gedaan, prachtige bijeenkomsten. Ook om de mens stap voor stap voor te bereiden. Dit komt eraan. Maar ook thema's als vrijheid, spiritualiteit... wat is kwantumfysica, wat is een cyborgmens... wat is de diepe wijsheid van de ziel... wat betekent Atlantis bij Plato in zijn oude werken... of in de kleittabletten. Dus we hebben daar tientallen thema's besproken, ook in andere landen. En dat vonden Marijk en ik een prachtige periode in Brugge. En we deden dat in een huis ja, wat, wat ook de ruimte had. Dus wij woonden daar niet echt... Want de, de, de woon-eetkamer werd continu gebruikt voor themadagen. En wij hadden daar achteraf een kleiner vertrek waar we leefden en woonden. Nu daarna zijn we een periode van rust en stilte in gaan nemen in de hogere bergen. Waar ik gemiddeld twee boeken per jaar kon, mocht schrijven. En ja, daar zit ook een heel verhaal achter. En ik laat het jou over of daar nog op ingaan. Dat Dan kom je bij 9-11 uit. Ja. Want dan moet ik toch even weer terug naar de bibliotheek... of filosoof Eigenlijk is dat in Europa de grootste bibliotheek... op gebied van verborgen kennis. Dat daar later een Dan Brown binnenkomt. Dat er ook Eco kwam. De bekende schrijver uit Nederland, Harry Mulisch, Die kwamen er regelmatig ook adviseren... en ook kijken wat ligt er aan literatuur enzovoorts. Een van de opdrachten, laten we zeggen... wij hebben aan de basis gestaan van deze bibliotheek die ik nog steeds een voortreffelijke, prachtige bibliotheek vind. Maar aan de basis, dat betekent mede uitbouwen, boeken bestellen, bezoeken doen, nationaal, internationaal contacten leggen. En een van de opdrachten toen was, omdat het boek echt letterlijk toevallig hier ligt, was om het graalmanuscript van Joseph Dubouron, ik zeg het bijna op zijn Frans, maar om dat te onderzoeken. Over ja, de geschiedenis van het mysterie van het bloed in relatie tot Jezus, die we eigenlijk kennen als Yeshua. Dat hebben we gedaan met een collega die hoogleraar was uh, ja, op dat gebied. We zijn beiden naar New York vertrokken en moesten bij de Joodse familie Kraus die dergelijke manuscripten voor fabelachtige prijzen verkopen. Daar kom je dan later achter. Dat ik denk. Daar heeft een prachtleraar gestaan, een, een superverlichte, grootse geest... die gratis onderricht gaf. En dat je tegenwoordig wat moet vragen is een andere kwestie dan toen. En daar is een bloedmysterie omheen, wat ik over tracht, poog... in mijn nieuwe boek, wat ik nu de komende periode ga schrijven... over het mysterie van bloed, probeer ik dat uit te lichten. Na de keuring van dat manuscript... Want dat kost toch een heleboel tijd. Is het echt het goede manuscript? Mijn collega was daar veel beter op thuis dan ik. Maar ik ben dan voor de inhoud en zo. Dan kom je erachter van, nou, zo zit deze wereld ook in elkaar. En toen zijn mijn collega en ik naar Empire State Building gegaan. Dat lag er niet zo ver vandaan. Als je daarboven staat, mijn collega stond ver rechts... en ik stond een beetje naar links, dan zie je de Twin Towers... Twin Towers zei mij iets wel, maar ik had me er nooit echt in verdiept. Wel, in de architecten, later zijn dat uh, ja, architecten van grote naam... die ook precies de hoogte van die gebouwen, volgens bepaalde jaartallen bouwen... de nieuwe Twin Tower is 1676 meter hoog. Meters, hè, ik reken het even om. En 1676 is het getal van de Illuminati. Nu, daar sta je dan. Je kijkt in de verte. Je ziet die Twin Towers. En ik... Ik was totaal verbijsterd, want ik zie ze letterlijk jaren voor 9-11, jaren, ziek ze instorten. Ik schrok enorm. Ik durfde mijn collega er ook niets over te vertellen. Ik heb er later ook in de BPH, waarvan ik plagend zei, je had HPB, dus Blavatsky, Helena Blavatsky, maar dit was het omgekeerde, Bibliotheca Hermetica Philosophica. Ik sprak daar niet over, maar ik belde wel mijn rijke ik zei ik heb iets vreselijks gezien ik zeg ik weet niet wanneer ik weet niet hoe ik weet ook niet waarom maar dit gaat gebeuren en heel de wereld gaat veranderen heel de wereld nu toen wij in de hogere bergen woonden om uh, meer ons terug te trekken meer boeken te schrijven in het gebied eigenlijk van de Qataren. ongelooflijk veel tochten daar ook gemaakt we hebben honderden mensen daar ook gegitst, tot diep onder de aarde, diep in de tunnels, hoog op de bergen. Bijna alle Katarengrotten. Ik heb daar toen de tijd ook een boek over geschreven. En uh, op een gegeven moment kwamen de verzoeken onder andere uit Brugge... maar ook uit Nederland en andere landen. Polen ben ik ook een aantal keer met Marijke geweest. Wil je toch niet terugkomen, wil willen zo graag ook persoonlijk onderricht? <kijkt> en toen hebben Marijke en ik heel goed overlegd... Want dat doe je als partners, dat moet je beide kunnen en willen. Ik voelde de wereldgeschiedenis gaat gigantisch veranderen. Gigantisch. Dat is een nadeel, je krijgt soms beelden, je hebt een scherpe intuïtie. Soms krijg je een schouwing. En rekenen zei ook als levensmaatje, ben daar klaar voor, we gaan. Dan komen we bij de verhuisdienst en de ariege. Een beetje goede bevriende relatie door bepaalde achtergronden... En toen zei we mogen we dan, uh, ja, laten we zeggen begin september verhuizen. 2001 praten we over mm -hmm. dan. Hè? En, nou, dat kon niet. Ik zeg dan eind september. Marcelie Marijke, que le 11 september, ça c'est possible. Alleen 9-11, 11 september kun je verhuizen. Alles ingepakt. En uh, ja, zij hadden alles al tevoren geregeld. We hadden in de auto onze spullen liggen. We zijn onderweg. Ik rijd nooit auto op de snelwegen, daar is Marijke supergoed in. Laat mij in de bergen rijden tussen kalme gebieden, dat kan ik redelijk tot goed. Maar op de snelwegen, ja, letterlijk, letterlijk verlaat ik mijn lichaam. dat is toch een beetje gevaarlijk. Nu, Marijke die rijdt en uh, ik voelde letterlijk iets. En, en de ether, en ik zeg Marijke, zo jij even de radioknop, die zat dichter bij haar hand dan bij mij. Ik wil indrukken, Frans 2 of Frans 3, je ne sais pas exactement. Ze drukt in en we vallen letterlijk in 9-11. Franse tijd, Amerikaanse tijd. Maar Rijken zei later: Ik heb je nog nooit in heel mijn leven zo afschuw gezien. Ze zijn onderweg gestopt, even toch een cafeetje binnen om het op het scherm te zien. <tiek> en ik wist plotseling: Dit is geen toeval. Ieder mens, uh, ieder mens maakt in zijn, haar leven dingen door waarvan je later diep beseft, het is geen toeval, de dingen vallen toe. In boeddhisme zeggen ze patika samupada, dat wil zeggen alles is met allen verbonden. Ze noemen het ook wel eens het net van Indra, van parels. Dus één pareltje bekaatst overal alles en allen. Nu weten we met Sheldrake, met de morfogenetische velden, met de kwantumtheorie... dat het kleinste, kleinste veranderingetje supergrote gevolgen kan hebben. Nu, we wisten, dit gaat gigagevolgen krijgen. We wisten ook, het is geen toeval om met Karel Gustav Jung te spreken. En we komen uiteindelijk in Brugge. En we zijn daar stap voor stap ook daar informatie over gaan geven. Sommige mensen die ik toen sprak, die zeiden, ja, dat is complotdenken. Jullie hebben een prachtige naam, Compleet Denken. Want alles is verbonden met elkaar. Mm -hmm. Als ik nu in Nederland politici vlak voor het afsluiten van een de parlementair debat hoor zeggen, een, een bekend politicus, ik vind het een heel fijn mens, die zit er vlak voor het debat, zegt hij. Een beetje in de stijl van Cetro, Cenzio, Carthagenum, Essendil en dan Dus overigens ben ik van mening dat Carthagen verwoest moet worden. Zegt hij vlak voor het debat. Overigens ben ik van mening, nog niet zo lang geleden... dat 9-11 compleet georganiseerd is. Ik denk aan een boek van, uh, ja, van Koen. Hè, die die uh, ja, een prachtboek over, over 9-11 heeft geschreven. Conformeren, die eigenlijk dokter, ingenieur, universiteit Delft was... en nog steeds in zijn hart is... Als je zo'n boeken leest, dan zijn er tientallen inmiddels. Tientallen. Ik word altijd een beetje verontwaardigd als mensen op dit soort gebieden, of wat er achter de schermen gebeurt, of in de media gebeurt. Oh, dat is complotdenken. denken. Dit kun je met keiharde bewijzen. Datum, persoon. Geen kleine jongens en meisjes die super grote uitspraken hebben gedaan. Moeiteloos kan ik honderd uitspraken van topfiguren voorleggen. Wat ik zeg, waarom zwijgen jullie nu? Waarom staat dat niet op de voortpagina? Waarom staat dat niet in het hoofdnieuws? Waarom worden bepaalde podcasten verwijderd? Wat is hier aan de gang? Wat is hier aan de gang? En het gaat niet alleen over de vrijheid die bedreigd wordt. Het gaat niet alleen om, uh, laten we zeggen, de ondermijning van de menselijke ziel. Want als je straks uh, wil, kunnen we samen ook praten. Wat is de echte achtergrond van deze oorlog? Ook een oorlog als Oekraïne. Wat letterlijk grensland betekent. De echte achtergronden worden de mens niet verteld. En we staan nu op een breekpunt in de geschiedenis van de planeet. Dat is niet zomaar een afloop van wat ze in India een yoga noemen, een groot tijdvak. Het gaat hier om vier grote tijdvakken. Waar we in India ook hebben mogen over leren. Maar het gaat om een aanslag. Letterlijk op de ziel van de mens, waarvan nogal wat hoogleraar, mannen en vrouwen zeggen. De ziel, wat is dat voor kolder? Dat bestaat niet. Kom, laat dat maar aan de, de, de toneelacteurs over of de cabaretisten of de marionettenspelers. Dit is een aanslag op de ziel met de poging om via het Centrum Davos met Klaus Schwab. En ik heb het in de lezingen ook hier in België gezegd. Met gemiddeld 10.000 topwetenschappers zijn ze bezig met de voorbereiding op korte termijn om de mens te doen transhumaniseren. Dan kom je op het gebied van antropologie. Wat is de mens? Waar stamt die vanaf? Hoe zit dat verhaal van topbedrog in elkaar? Dan moet je daar gaan een studie over maken? Topbedrog. En dan kom je eigenlijk, we staan nu op een breekpunt, cruciaal. Iedere fase in het verleden is een breekpunt geweest. Als Atlantis optreedt, waar Plato over schrijft, de Babylonische kleittabletten, de Sumerische kleittabletten, de Mahabharata, het grote heldendicht dicht in India schrijft daarover, gebeurt dat in een ritme, maar ook door de ontwetendheid en de dwaasheid van het menselijke gedrag. Maar nu is er iets anders aan de gang. We hebben het verleden periode gehad als Lemuria, Hyperborea, allemaal beschreven in grote dikke boeken. En nu spreekt men al over een herhaling van de mogelijke zondvloed, vuur, water tegelijk, groter dan misschien ooit. Nee, dit is een totaal andere oorlog. Ook wat klimaat betreft. Ook over klimaat worden wij belogen en bedrogen op alle fronten. En dat begint gelukkig stap voor stap naar buiten te komen. Men moet het weten, want men wil in de komende paar jaar de komende paar jaar, dat is het diepst van mijn boodschap. Alsjeblieft, mocht je nog niet wakker zijn, word snel wakker. In de komende paar jaar wil men de overval op deze planeet. Want het is een planetaire oorlog. Die wordt in het boek 1 nog beschreven: De gevallen engelen. De kerk heeft daar een fabelverhaaltje van gemaakt, waar je ook nog een beetje geld mee kunt verdienen maar het gaat om watchers, Anunnaki krachten die hier op deze planeet zijn gekomen en nog steeds in de Labanon, op zijn Frans gezegd, in de ondergrondse nog nog opgesloten zitten. Dus dat verhaal van Enoch dat deze wachters ergens op een plek die we wel kennen hoor, opgesloten zitten waar ook CERN bij betrokken is uit Genève. Dat zijn gigadingen dingen waar de mens zeer zeer snel over geïnformeerd moet worden, want men probeert nu de eindoverval te doen, de planeet in handen te krijgen, of zoals Klaus Schwab schrijft in zijn Great Reset met dat belachelijke communisme: communisme, satanisme. Misschien neemt het mij kwalijk, moest je weten wie Marx was in de achtergronden: deze Baruch Levy, uit een stam van Joodse rabbijnen, waarvan je zegt: jongen, 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 jongen. Nu zegt men: straks zult u niets meer bezitten, zegt Klaus Schwab in de Great Reset, maar u zult erg gelukkig zijn. Ja. Hebben wij Klaus Schwab ooit gevraagd om dit te doen? En Klaus Schwab komt uit een stam die echt heel veel weet. Die worden ook bestuurd met een heleboel top, top, top mensen. Door krachten achter het toneel, zoals Benjamin Disraeli, als premier in Engeland, al zei. Dan hadden we Boris, Boef, uh, sorry, Boris Johnson, die zeiden al toen de tijd, behind the throne, this is the real force. En of het nou om een queen gaat, of een king, want bijvoorbeeld alle koningen in Europa, alle koning en koninginnen zijn bloedverwant. Over het mysterie van bloed praten, wat Goethe noemt en Faust, bloed is dan een ganz bijzonder zacht. Dan worden die mysteries nooit gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Dus die bloedbanden, die bloedrituelen die ze ook hebben, de macht van de koningen. Nu heeft men het over Charles, ik bedoel echt niemand aan te vallen. Maar kijk wel wie de voorgangers waren: Charles I, Charles II. De ene zond hoofd, waarbij ze het hoofd zo lieten zien. De tweede had elf echtgenotes dus met weet ik hoeveel kinderen. Het zijn niet bepaald morele voorbeelden. En dan zie je de mensheid achter koningen, koninginnen lopen, gouden koetsen, gouden tronen, multi, multi miljardair. En je mag vooral niks daarover zeggen. Ik ben niet hier om deze mensen aan te klagen, te beschuldigen. Ik zou met iedereen, iedereen in dialoog wensen te gaan. Maar wat zit er achter deze krachten? Ga je boek 1 nog begrijpen wanneer het koningschap is ingesteld? Zelfs in het Oude Testament. Kun je lezen dat Yahweh het koningschap instelt. Wie is Yahweh? Yahweh heet in de Nagamadi-bronnen Yaldabaoth, de jaloerse God. Ik ben de enige God, zegt hij. Als je dit zegt, wil dus zeggen dat je weet dat er meerdere goden zijn. Anders hoef je niet te zeggen, ik ben de enige God. Dus er zijn er meerdere. En een jaloerse God waar de mensheid binnen het christenstreepje dom 2000 jaar is opgevoed. Denk een keer na. Voor mij in mijn hart, het woord God is al besmet, superbesmet. Maar ik weet van binnen dat de hele kosmos, het hele universum, door een superprachtige bewustzijnskracht zonder begin, zonder einde wordt doordrongen. En dat dit nog toegestaan wordt: toegestaan omdat de mens een vrije wil heeft die betwijfeld wordt door hoogleraren, die ik graag laagleraren noem. Maar wat is dan het uiteindelijke doel? Hè? U spreekt van Klaus Schwab, die een bepaalde agenda door, doordrukt. En wat is zijn einddoel? Zijn einddoel is eigenlijk heel duidelijk. Maar de media geven beperkte informatie. <tacht> Davos, als je alleen al... Uh, ik heb vroeger een tijdje voor de icon gewerkt, televisie, ook veel voor radio... Maar als je tegenwoordig, wij kijken gematigd televisie, liefst de, de informatie zoals Arte en Frans uh, Kijnze, dat zijn de goede zenders. Maar als je die volgt, en je volgt de goede studieboeken, en de goede contacten die we ook mondeling hebben, dan kom je erachter dat al oeroud, al jaren, kringen bezig zijn met die voorbereidingen waar, waarom, welke, die nu in Davos een centrum vinden. En daarvoor heeft twee agenda's. De een loopt tot 2030. En die hebben ze nu al bijgesteld. En dat betekent een totale omwenteling in de wereld. Op gebied van technologie, op gebied van spiritualiteit, op gebied van, van voeding. Dat Monsanto, die ik graag Monsantin noem, nog steeds daar een hoofdrol in speelt, wordt die gezegd. Dat Black Rock als grote bank. Ja, trouwens een eigenaardige naam, Black Rock. Black Rock. Dat al die enorme maatschappijen allemaal aantoonbaar geconnecteerd zijn. Naam, organisatie, waar dan ook. Of ik praat over de Fed. Of ik praat over Goldman Sachs. Of over de Europese Bank. Waar later Draghi president van Italië wordt. En nog vele anderen. Al die banken, Chief Loop, Warburg. En het gaat hier niet om mensen persoonlijk aan te vallen. Of te zeggen die groep zijn allemaal geconnecteerd, allemaal. En die vormen een netwerk zo enorm groot. En daarachter zitten krachten die de ziel van de mensheid, het mooiste wat er is, en de vrijheid, want als je vrijheid moet opgeven is het verhaal afgelopen, ernstig bedreigen. En Davos is nu een centrum waarin de Agenda 230 zegt, dat is de maximale datum, dan moeten alle grote ontwikkelingen. Hè, ik was vroeger lid van de, de club van Budapest. Lid niet in de echte zin, want ze, ze hadden een dierbare vriend van ons... een ondertekende gevraagd om in Boedapest bij elkaar te komen. Een grote klimaatconferentie, onder andere klimaat. Door een zeker professor Laszlo geleid, waarvan ik bij toeval later ontdek... dat hij naast een foto, op een foto staat met Rothschild. Want de Rothschilds en de Rockefellers die zitten praktisch overal. Praktisch overal. Financieel. We praten we even niet over dat Rockefeller begonnen is met een flesje oplichtingsstof. Zelf beschreven, zijn medewerkers hebben het beschreven, het is een dun boekje, dat hij gewoon fake, noemen ze dat tegenwoordig verkocht, maar die schatrijk mee werd. En wat gebeurt nu? Ja... Die, die groepen, die machtshebbers, die vinden elkaar op een bepaald moment aangestuurd door krachten achter het wereldtoneel. Wat ik al in 2006 heb proberen te beschrijven met Worden we wakker? En nu weer helemaal opnieuw verschenen is en kennelijk uh, duizenden mensen die plotseling zeggen: Hè? Nu zien we het. Die agenda die zegt: Verborgen, dat is de limiet, tijd, dan hebben we de hele planeet in de handen. Een machtig wapen is het klimaat. We worden iedere dag worden we, ja, bijna bedreigd met straffen als je niet in CO2 gelooft. Ik geloof in CO2, dat is de beste planten- en bomenbemester. Een goede, goede portie CO2 is heel belangrijk voor de natuur. Oh. Maar het wordt niet gezegd dat één dag oorlog in de Oekraïne... met de wapens van Amerika en Europa... wat een oorlog is om de macht tussen Amerika, Rusland en China... Met een dreigende derde wereldoorlog, waar we al een stuk in zitten. Daar wordt absoluut niet bij gezegd. wat daarachter speelt ook aan giga vervuiling. Sommige oorlogen in één dag brengen meer CO2 en rommel op chemisch terrein in de lucht. dan een heel jaar autorijden van de hele wereldbevolking. Er wordt niets gezegd over HARP in Alaska. niets over CERN gezegd. Er wordt niets gezegd. Over hoe de machtselite met zijn privéjets gewoon nog doorvliegt. En dan komen ze bij elkaar. Ook in Davos kun je gewoon zelfs op tv zien landen ze met hun prachtige jetjes. Ik had vroeger wel een, een dierbare vriendin, die heette Jet, maar dit zijn jets met grote vleugels. En wat is het doel? Het uiteindelijk uiteindelijke doel. Onthoud in, in de kern, als je dat kunt aanvaarden, het is een. Oorlog tegen de spiritualiteit en de ziel. Ik zou hier nooit meer naar voren treden, omdat ik het persoonlijk mijn dharma vind om de spirituele kracht, die niet beschermd hoeft te worden door een ego of een persoontje, maar om die duidelijk te maken welke kracht wij in ons dragen. Die wordt bedreigd. Waarom? Omdat de mens onwetend is wat er feitelijk gebeurt. Goedgelovig. Gemanipuleerd ook door de media. Praten we eventjes tussendoor over Hollywood. Ik noem het graag Hollywood. Dus een hol woud. Alles wat ze daar tonen, Star Wars, Star Trek, Lucie van Luc Besson met die vrouw die transhumaniseert, is gepland. We hebben met acteurs, met mensen uit de wereld gesproken. Wordt gepland. En past ook binnen die agenda. Nu, ze zien nu in, in Davos dat 2030 gewoon niet maalbaar is. De mens wordt toch op zoveel gebied wakker. Er vinden zoveel klimaatrampen plaats, waarvan we steeds met horen krijgen nooit dat de zon een ritme heeft van elf jaar. En dat nu een ritmische verandering in onze galaxis aan de gang is. Een ritmische verandering, die de komende maanden en de komende paar jaar giga gevolgen gaat geven. Dat wordt niet besproken. Ook niet toen ik in Boedapest was. En toen vroegen ze mij: Wil je de slotlezing geven? Toen heb ik gezegd: Dit is mijn first lecture. En also my last lecture. Omdat je gewoon zoveel contacten hoort hoe daar gelobbyd wordt. Klimaat wordt voor het grootste gedeelte gemanipuleerd. Als je dat zegt, complotdenker. Nou ja, ik ben er inmiddels uh, wel aan gewend. Maar dat wil niet zeggen dat ik het aanvaard. Kom met je bewijzen. Wat zeg ik fout? Dat klopt niet. Stilte. Zwijgen. Verbod. Weg. Er is zeker iets aan de gang op het gebied van klimaat. Maar ze bevorderen dat om de mensen onder druk te zetten. Grote watersnoden: Pakistan en Sumerie, oude gebieden van vroeger. En wat gaan men zeggen? Ja, er komen enorme hongersnoden. Die zijn al aan de gang, He, vooral Afrika enorme hongersnoden, dat dat te maken heeft met onder andere de oorlog Oekraïne beginnen we ook te beseffen. Alles is er op aarde. De ene met een hoofdletter, de creator, waar zelfs Darwin van zegt in zijn Origin of Species, aan het slot, later geschrapt in Londen, verboden. Daar zegt hij letterlijk It's, it's a wonder, It's all coming from the creator. Of het nou één vorm is of vele vorm. Darwin, waarvan later Richard Dawkins zegt: God weg ermee, maar zelfs Darwin zei het. En wat doen we? Alles is er. De veelheid is er. De rijkdom is er. En waarom de verwildering in de natuur plaatsvindt en de struggle for life heeft met ons gedrag, onze geest, onze spraak te maken? We stelen, we pakken, we gunnen elkaar het licht niet eens in de ogen. En dan overtreed je wat ik in de lezing ook zei: de wet van Dharma. De kosmische wet, die gebaseerd is op liefde, gebaseerd is op mededogen, gebaseerd op vergeving, gebaseerd op delen en geven, gebaseerd op vriendelijkheid. Als je die wet continu overschrijdt, dan verandert Dharma in karma. Oorzaak, gevolg. Dharma, van daaruit leven, vanuit je hart, letterlijk, want dit wordt altijd zo benadrukt, die linkerkant betekent dat er een zegening ligt op jou als mens... ook naar de levende wezens en voor de hele mensheid. Overschrijd je die wet... <tacht> zelfs Plato heeft dat in zijn Ethica beschreven... en je vindt het bij terug bij Spinoza... maar je moet het zelf gaan weten, zelf. We moeten niet meer dat hoeven te citeren van anderen. Als je dit overschrijdt, er is nergens een straffende God. Nee, jij zet een wet in gang... Die de omkering is van Dharma. En als dit soort machtselieten, aangestuurd, wat je in boek 1 nog briljant kunt lezen, door verborgen krachten die uit andere planeten komen. vergeten we niet, als mensen denken: maar nog dit is onzin. Vaticaan heeft de grootste telescoop die letterlijk Lucifer heet. en die ze in 212 veranderden in Luci. Omdat ze begonnen te merken: je de mens gaat die afkorting een beetje begrijpen. Ze hebben nog een telescoop, VAT, de, de, de Very Advanced Technology Telescope, waarbij ze gewoon contacten al hebben. We weten, toen Armstrong op de maan was, op de maan, sommigen zeiden waren ze echt, waren ze niet echt. Hè? Armstrong is kapot gemaakt, die is alcoholist geworden, maar heeft de beroemde uitspraak gedaan: Oh my god, they are observing us. Want over de achterkant van de maan weet men nog steeds niet veel. Nu zegt China: Oh, op de maan is helium. Als we straks gastekort hebben. Hé, hey, gastekort? Waarom hebben jullie Tesla vermoord? De man die gratis energie kon geven. En die onvoorstelbare ontdekking heeft gedaan. Het moment dat hij voor die uitvinding van de gratis energie, waarvan hij wist hoe dat werkte, wordt hij benaderd door JP Morgan. Familie van de Rothschildbank, één grote klem. En die zei: Kijk, je gaat voor ons werken. Want stel je voor dat de hele mensheid. vroeger heette dat 50 gulden, nu zouden we zeggen 50 pond of 50 dollar. of 50 euro. Heel de mensheid kon voor dat bedrag gratis energie. En wat doen ze? Ze hebben zijn laboratorium, zijn onderzoeksplek in brand gestoken. Je kunt zelfs in zijn autobiografie lezen. Ja, hoe hij eigenlijk. Compleet vast kwam te zitten. En ze hebben me gedwongen om de uitvinding van HARP te doen: High Actific Auroral Research Project, wat het weer beïnvloedt, wat overstromingen kan creëren, aardbeving kan creëren, waar ter wereld ook, via de ionosfeer. Dat is verschrikkelijk. Uh, komt dat ooit op televisie? 365 antennes die daar staan. Uh, CO2, jij bent schuldig. Natuurlijk doen we allemaal dingen waarvan we zeggen... dat wordt hard tijd dat we dat omgooien. De hoofdoorzaak is het niet. En dan kom je dus in een netwerk... waarbij de druk wordt uitgeoefend om voor 2025... want die agenda zei ik net eens opgeschoven... de mensheid volledig... Schwab heeft nog niet zo lang geleden gezegd, ik geloof ik een dikke zes weken geleden, we zouden moeten beginnen met de kinderen te shippen. In mijn boek Worden we Wakker 2006, staat al dat dit met 666 verbonden hè, omdat de schepping. De schepping wordt in het getal zeven uitgedrukt. Dat zijn zeven eonen, zeven tijdperken. En voordat de mensheid de sprong van de zesde dag, de zesde eon na het zevende maakt, de voltooiing van de planeet, dus dat is een cyclus, wordt er ingegrepen door deze machtselieten. En daarom worden ze verbonden, zoals je ook bij CERN kunt zien: 666. Stop, mensheid. Stel je voor dat je goddelijke kwaliteit, je licht- en liefde kwaliteit, echt gaat manifesteren. Dat is het gedaan met deze machtselieten. Maar we zijn van binnen zonder sterk te zien als, als overheersing, dominantie, maar we zijn enorm krachtige energetische wezens. Als je dat kunt onderdrukken met programma's als transhumanisme, met nano, met cyborg technologie, met chips, dan houd je wat de kern is van boek 1 nog, de mens tot slaaf. Khalil Kibran, in een van mijn boeken heb ik het boek geopend met een citaat van hem. Prachtdichter uit Libië. Schitterende, schitterende mens, ook als mens. Die zegt: Waar ik ook kijk, welke geschiedenis ik ook bestudeer, waar ik ook zie, slavernij, slavernij, slavernij. Nu hebben mensen vaak net te pakken aan, sommigen een das. En ze werken van acht uur of negen uur tot s'avonds, krijgen een inkomen. Veel protesten nu, dat wordt ook gemanipuleerd. Want als je die plat kunt leggen en ze woedend kunt maken, kan je met leger ingrijpen die getraind zijn. Maar wat gebeurt? Of je nou een witte boord hebt, of zware in mijnen moet werken, of in, in, in cybertechnologie. Je blijft slaaf, terwijl we niet beseffen. Dat is mijn innerlijke boodschap. Hoe prachtige liefdeswezens wij zijn. Lichtwezens. Christus heeft ooit gezegd: leef in de wereld, maar ben er niet van. Waarom? De krachten van proberen ons te verduisteren, te pakken te nemen, gevangen te zetten. En dan is het gedaan. Dus we hebben nog een paar jaar, dat voel ik letterlijk zo. Ze zullen de klimaatrampen opvoeren, giga opvoeren. Ze zullen de schuldcomplexen opvoeren. Er zullen meer aanslagen gepleegd worden en georganiseerd. En dat wordt gedaan omdat men voelt dat een andere cyclus in onze galaxis gaat de komende jaar eindigen. Dus dat is een gigatransformatie vanuit de zon met plasma naar de aarde. Dat betekent de polen gaan veranderen, mag niet gezegd worden. Niet de polen het land, hè, maar de, de Noord- en de Zuidpool. En men zegt ons, ja, de sneeuw smelt keihard snel, snel, snel. Men zegt er nooit bij dat Argentinië hele gebieden letterlijk onder de sneeuw liggen. En dat in Afrikaanse landen, Zuid-Afrika hele gebieden kilometers lang onder de sneeuw liggen. Wordt niet gezegd. En de zon is aan het veranderen. De zon is een spiritueel wezen. Spiritueel. Als Yeshua de Christus. De manifestatie van het ongrondelijke zijn, als zoon, dat is niet wat de kerk hebben uitgelegd, de zoon wil zeggen, het ongrondelijke manifesteert zich nu in de vorm van ook een avatar, een levend wezen, om te laten zien hoe de liefdevolle ene in elkaar zit. Mededogen, vriendelijkheid, vergevingsgezind, vrijgevigheid, schenken, wat je bij alle grote leraren ziet, alle. En dan zie je als Jeshua sterft, de zon verduistert. En zelfs de Joodse macht wordt bang. De macht van Sanhedrin. Want er zijn zoveel prachtige Joodse mensen die hier ook onder lijden. Onder lijden. Maar de Joodse macht toen, Sanhedrin, die nu in het Zionisme zit, waar dat nooit met de gewone fijne Joodse mensen die dit ook zien, de zon verandert. De zon verduistert. En waarom? Dat vind je ook in de geheime bronnen van Krishna. Tussen het volle licht van niet alleen de zon, en een avatar of een manifestatie is een directe connectie. Als er teksten zijn, mag ik het even toelichten? Zeker, zeker. Er zijn teksten uit de essentiële bronnen waar waren therapeuten, genezers. Uit die kring heeft Jeshua diep contact gehad. Hij werd de dertiende genoemd. Het getal wat later ongeluksgetal door de kerken wordt gemaakt. Maar betekent de voltooiing binnen de astrologiekring van twaalfen. Is de dertiende het licht, de zon. De zon. Maar rondomheen de twaalven. Ga je naar Chartres. Dan zie je nog die astrologische dierenriem. En dan midden in de zon. De Mensen beseffen niet eens waar ze naar kijken. Maar in een galaxis dat zijn duizenden zonnen. In het universum ontelbare zonden. En als de Essenti tekst zegt, door Jeshua uitgesproken, mocht u in de zon kunnen kijken van uw planeet, die ene zon, met heldere ogen in de volle daglicht, dan is dat een schaduw, zegt hij, vergeleken bij de duizenden zonnen die er zijn. En dan zegt hij: Ik ben het licht der wereld. De kerk vertaalt dat als ik, persoon, ego. Alle woorden als ik of het zelf, ook bij de Hindoes, Atman, betekent niet ik als ego, maar wat je werkelijk bent, wat je werkelijk, ook wij, wat wij werkelijk zijn, is het licht der werelden. En wat doen ze met Davos, met cybertechnologie, nanotechnologie, chips, niet alleen om ons te verkleinen en slaaf te maken, hun uiteindelijk doel is dus niet alleen om meer dan de helft op te ruimen en dit soort termen wordt gesproken, maar om degenen die nog krachtig zijn en het weten. En ik zeg hier ook openlijk erbij: dit gaat er nooit lukken, want de ene met een hoofdletter, het ene, consciousness zonder begin, zonder einde, heeft altijd het eerste woord en het laatste, en niet uit macht, maar het kracht. Dus we gaan een moeilijke tijd tegemoet. Een botsing van duistere krachten, lichtkrachten. En het licht strijdt in principe niet. Overwint ook alles. Maar het wordt binnen de dualiteit van deze planeet even een hele moeilijke periode. En we kunnen dat allemaal aan als je wakker bent vanuit de kracht van het licht. Kunnen we aan. Delen, met elkaar samenwerken en voor elkaar zijn. Is immens. En dat is. Ja, Ambassadeurs noemden ze vroeger boodschappers. Hè. In sommige talen zeggen ze ook dat de ambassade de, 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 de boodschap uh, moet uitbrengen. In het uh, Grieks wordt het Evangelie Agalion genoemd. Evangelie. Letterlijk betekent dat het goede bericht. Was het goede bericht dat in die duisternis, waar we nu ten volle doorheen gaan, Kali Yuga genoemd. Ijzeren tijdperk, is de goede boodschap. Wij zijn uit het licht, we komen uit het licht en we kunnen dit overzien en doorzien. Dat is een brief van uh, uh, Paulus, die uh, vroeger Saulus heette, omdat hij hulde met de machten. En die zegt in een brief van de Feziërs, heel duidelijk: heel duidelijk, dat die krachten bestaan. En dan zegt hij: Til het in het daglicht soms moet je met naam en toenaam laten weten, niet in de stijl van Emile Zola, je t'accuse personnellement, dit zijn de krachten. Ook daar bestaat nog een mogelijkheid tot één keer. Ook daar bestaat nog vergeving. Maar op het moment dat ze binnen de technologie getranshumaniseerd worden, tot cyborgmens, einde verhaal. Einde verhaal. Maar wat kunnen wij concreet doen buiten nee zeggen? Nou Steven, dat nee zeggen is al super belangrijk. Mm -hmm. ik, ik ben vroeger ook een tijd uh, uh, regisseur van toneel geweest en ik voelde dat is niet mijn roeping. Een schouwburg en theater en dans en uh, muziek. <coughs> en ik voelde, ja, dit mag je doen, maar mijn eigen roep, mijn eigen roeping is wat je nu doet al, al, al zoveel jaren. Toen heb ik ooit een toneelstuk voor jongeren met jongeren, voor een publiek van zo'n duizend mensen, jongeren waar Marijke Erg bij de organisatie betrokken was... geregisseerd van Bertolt Brecht. Dat toneelstuk laat zien hoe al die mensen aan machines staan... en de hele dag maar automaten moeten spelen... en mee moeten bewegen met andere automaten. En er is een tekst die zegt... Doe man aan die machine, zaak nee. Jij, mens aan die machine, zeg nee. David Uick, die heeft nog onlangs gezegd. En als hij in Londen een manifestatie teweeg brengt. dan wordt er een klein stukje gefilmd. Dan zie je zo'n 100, 200 mensen. Nou ja, wij kennen uit de directe bronnen. anderhalf miljoen, ja. Zo filmmen. Ja, dat is toch schandalig? Je laat de leugen toon je. Dat betekent dus. als meer en meer mensen. heel bewust. nooit met agressie. nooit met geweld. Iedere vorm van geweld strijdt ook tegen mijn zielen, vibratieën. Plus het is de uitnodiging aan de machten. Nu kunnen we keihard ingrijpen. Keihard. Met politie, waar ook hele goede politiemannen en vrouwen bij zitten. Die ook getraind worden. We kennen best mensen die zeggen: dit is verschrikkelijk, ik kan dit helemaal niet meer. Of leger. Kijk eens naar leger, waar je het ook ziet. Rusland, China. De queen wordt nu begraven. De queen, haar lichaam. Wat is haar lichaam? Dan zie je daar die maloten. Die zie je dan gewoon ja, houdingen, bewegingen. Hup, tup, tup. Of jij nou zo doet, of zo, met geweer zo, of zo. Een hup, hup. Het is allemaal robotgedrag. Robotgedrag. Kijk je naar een Chinees leger, kijk je naar een Engels leger, een Frans leger. Allemaal robotgedraging. Zover is de mens al afgericht dat hij nauwelijks zichzelf durft te zijn. In houding, beweging, spraak, kleding. Dat betekent dat als je wakker wordt, dan zeg je vanuit je ziel. Doe man aan die machine, ikzelf. Ik kan hier niet meer in meegaan. Ik kan hier niet in meegaan. Dit is niet alleen bedrog. Dit is een grandioze aanval op de mensheid. Dus als wij meer en meer wakker worden meer en meer durven zeggen nee. Als één mens dat zegt, pakken ze je bij je kraag en sluit die op. Ze zeggen er tien ook nog, honderd ook nog. Maar als morgen duizenden, en dat is aan de gang, hè? daarom zijn ze zo benauwd, dan hebben ze 230 al verlegd naar 225, duizenden mensen die vanuit het licht, ik heb in alle lezingen die ik hier gegeven heb, gezegd wij zijn kinderen van het licht, zij vrezen de kinderen van het licht zeer. Waarom? Steven, als jij praat vanuit, ook jij, ieder heeft dat, ieder, ik ben geen uitzondering. Nu zit ik aan deze kant, jij aan die kant. Maar als je werkelijk beseft welke gigakracht in ons lichaam woont, vanuit het licht, letterlijk, letterlijk, niet als beeldspraak in ons hart. Dat is iets anders dan uh, harttransplantatie... wat ik al eens verteld heb van het grote zuurziekenhuis in uh, Zuid-Afrika door professor Bernard. Letterlijk in ons onstoffelijke hart. Niet het stoffelijke, daar kun je allerlei dingen mee doen. En gelukkig voor sommigen een hartklep. Dat is ook belangrijk, dat je dat weer in het geheel brengt. Maar het onstoffelijke hart, het etherisch hart... heeft in de top van de rechterhartkamer... een gigabron die in alle wijsheid is beschreven. Pak ik een Upanishad. We zijn drie keer lang in India geweest, ook daarover gesproken met leraren, en noem maar op. Upanishad, je zit dan naast de leraar, dan verbergen ze hun geheimen in het hart. Schiet me nu een heel mooi verhaal binnen. De goden kwamen een keer bijeen en zeiden: hoe zou het grootste geheim voor van in de mens kunnen verbergen? En toen zei Indra, de god van het weer en het klimaat, zou we nu zeggen, we gaan dat op een hele hoge berg verbergen, op de top. Nou, zegt Vishnu, die uit de drie eenheid komt van Brahma, Vishnu, Shiva, dat gaan we niet doen. Ooit gaat de mens de hoogste berg beklimmen en dan vindt hij het. We gaan het het diepst van de zee doen. Nou, zegt Paramahavati, dat gaan we ook niet doen, want vroeger of laat komt hij ook op het diepst van de zee. En toen zei een andere, We gaan het verbergen in de holte van zijn hart, want daar gaat hij voorlopig nooit zoeken. Ik kan alleen maar letterlijk uit mijn leven zeggen. en dat geldt voor iedereen. Ontdek jij die kracht? Beter is te zeggen: ontdek die kracht jou in je openheid. Moet je eens kijken, dit gebeurt dus nu spontaan. Hè? Ik, ik word in één keer bewust. Dit is dus het gebaar. Uit de Boeddha-dhamma, uit de Boeddha-leer, de totaliteit, hè, die draag je in je met de veelheid in jezelf. Ieder van ons, als hij die over diepe dingen praat, doet bijna automatisch dit: de heelheid. Letterlijk dragen we dat in ons. En daarom is er ook binnen de, de gezondheidszorg. Zoveel supertechnologie, apparatendeskundigen. Dokter, ik heb het al een paar keer uitgelegd, betekent letterlijk docio. Je onderricht eerst een mens wat lichaam is. Lichaam betekent letterlijk in het Oud-Nederlands, dat is je kledingshuis. Wat is een diagnose? Diagnosis. wordt niks aan gedaan. Wat is een hospitaal? Dat is een verblijf waar je gast bent. Hè? Hospes. Nou, tegendeel is waar. Dus de mens wordt niet meer onderricht. Ik heb er getracht in mijn nieuwe boek, wat een nieuwe uitgave is met heel veel documentatie en platen, van levensbong tot kruis, Dan probeer ik uit te leggen dat je lichaam de tempel is. Je lichaam is de tempel. En dat er alle krachten, ook in alle organen, in de chakra's, in bijvoorbeeld in je hersenen de thalamos, betekent het Grieks bruidskamer. Waarom hebben we een orgaantje in de hersenen, wat bruidskamer heet? Waarom zegt het Philippe's Evangelie uit Nagamadi, het innerlijk huwelijk zegt het, wordt niet in het bruidsbed gesloten overdag of 's nachts? Nee, dat wordt in de talmos gesloten. En daarom hebben we een orgaan in de hersenen, waar die twee krachten in onze ruggengraat. Die nog dualistisch zijn op het moment dat je het niet weet, zich in de top verenigen, wat Oude Egypte uitbeeld in de Hermes staf, met die knop. Die knop is het punt dat in de Talamos al je krachten, vanuit de plexus solaris, hier en achter bij je bilnaat, al die krachten gaan zich bundelen. Je leeft anders, je spreekt anders, je handelt anders. En ieder mens heeft die mogelijkheid, want het is gebroken door de wachters die de mens overrompelden, aanvielen, hun genen manipuleerden, met de vrouwen des aarde huwden, wat betekent verkracht hebben, waardoor het geslacht van de reuzen naar voren kwam, de titanen, die in alle mythologie bekend is. Dus zeg maar, ja, mythes en sprookjes. Ja, maar ieder sprookje is een diepe kern van waarheid. Dus wat kunnen we doen? Niet alleen nee zeggen... In kleine groepen samenwerken, elkaar steunen. En ik ben zeker dat ook hele grote manifestaties absoluut een noodzaak zijn. Maar nooit op een gewelddadige manier. Hou het vredelievend. Doe het in een stijl van. een Gandhi die later beschuldigd werd van dingen die helemaal niet klopten hoor. Gandhi leefde echt heel puur. Doe het puur, leef zuiver. En weet, de tijd dringt. En niet alleen ondersteuning in een kleine groep. En anderen zijn misschien geroepen om een hele grote manifestatie te doen. Maar ik wil het niet gieten in een tijdsbeker. Maar de tijd zal in de komende maanden, een paar jaar, super snel verlopen. Super snel. Wat gebeurt er als er niet genoeg mensen wakker worden? Dat is een grote ramp. En concreet was zou dan? Dat, dat betekent concreet dat men probeert, wat nu Oekraïne is, betekent letterlijk grensland. Dat heeft te maken met oude Kazaria vroeger. Waar koning Boulan in de 8e eeuw regeerde. En die wou voor zijn land een keer zeggen: ja, hoe gaan we eigenlijk het beste welvaart krijgen? En toen heeft hij letterlijk in de 8e eeuw, toen in Europa Karel de Grote de klauwhamer uitvond. en iedereen die niet katholiek wilde worden, liet hij zijn schedels splijten. Maar Boulan, die zegt: Nou, ik nodig een islamiet uit. Ik nodig een Joodse man of vrouw uit. en een christen. Dat is historisch verslagen ook. En vraagt in alle drie. Uh, Waar wordt het meest welvarend van? Hoe loopt een land het beste? En zijn slotconclusie was... het advies van die Joodse rabbi. Daar is een stuk... Zionisme avant la lettre ontstaan. Kazarië was een zeer machtig rijk. maar ook een stuk van Oekraïne te behoorde. Er zijn conflicten geweest met Rusland. Conflicten met Rusland... die opgezadeld zijn door Karl Marx. Je onderbreekt me maar... als ik te, te lang bezig ben. Ja, hè? Super. En... Uh, Bijna niemand weet, ik heb een tijd het marxisme nog steeds langdurig bestudeerd. Karl Marx, waarvan ik al zei, ja, Levi heette die eigenlijk, hè? die dus Mordegai Levi heette, de zoon van rabbijnen, is een tijd lang lid van de satanische kerk geweest. En die lieten door lange baardgroei en lange haargroei, hè? dus je ziet dat, enorme baarden. Bij Bakunin vind je dat, bij Proudhon vind je dat terug, maar ik kent elkaar ook allemaal. En Marx schrijft letterlijk, maar lees leest die werken niet. Ik heb maar één oorlog, zegt hij, dat is tegen God. Nou, misschien dat hij helemaal ongelijk als hij bedoelt de valse God. Maar het is een opstand die je bij Marx terugvindt, onverstaanbaar. En via de kleinzoon van Marx, die bij Charles Darwin op bezoek komt, van nou, ik hoor over de evolutietheorie, in een van mijn boeken hoop ik die... die Kritiek die ik al 20 jaar bijna, 15 tot 20 jaar bestudeer, ook uit te schrijven dat de leugens van de evolutieleer zijn gigantisch. Gigantisch. Het is niet zo moeilijk, je hoeft helemaal niet knap te zijn, je hoeft alleen maar te zoeken, te onderzoeken. En die kleinzoon van Marx komt bij Darwin. En wat gebeurt? Die geeft hem een boek, The Origin of Species, mee. En aan wie geeft hij het? In wiens handen komt dat? Stalin die opgeleid werd tot jezuïet. Mag je een redelijk wantrouwen naar de jezuïten hebben, niet naar iedereen, er lopen ook prachtige Théa de Jourdain, die zich weliswaar vergiste met de Homo Picinensis als archeoloog. Maar dan komt bij Stalin, die krijgt in zijn handen, die gooit letterlijk beschreven, maar mensen lezen die boeken niet, de Bijbel weg en zegt: "Dit is de basis voor het marxisme." Dan komt op hetzelfde moment Trotsky, die Bronstein heette, Kom bij uh, Rothschild in Paris. Ik zeg vaak Paris saint een petit peu. Komt hij op bezoek, spelen letterlijk een potje schaak, doen ze heel vaak. Hè. Die Schachmeister van Stefan Zweig is een boek wat daarop gebaseerd is, hè. de schaaknovellen. En dan zegt Rothschild: Kijk, jullie moeten met 33 mensen. Waarom 33? Moet je. Richting Rusland gaan. Je krijgt van mij trein aangeboden. Al het verkeer wordt geregeld. Berlijn. Ga je naar Moskou. En daar ga je zorgen voor een centrale bank. We zouden nu zeggen de Hoitje Bank. En je gaat revolutie ontketenen. Dat is gebeurd. Miljoenen doden. Speciaal de christenen zijn afgeslacht. Lees de Gulag Archipel van Solzhenitsyn verboden literatuur een tijd geweest. Hij krijgt de Nobelprijs... en later worden zijn boeken letterlijk gecensureerd. 200 years together. Jewish people and Russian people. Wie leest het, wie kent het? Van Solzhenitsyn. Een schat in China. 40 tot 60 miljoen moorden begaan. Dat zelfs de gele rivier rood kleurde. En de krachten daarachter... zijn die krachten. En Cuba... Later de lijfwacht van Fidel Castro, een betrouwbaar boek heeft geschreven, wie werkelijk Fidel was, die regelmatig bij het Vaticaan op bezoek kwam en een, een lijn naar Israël had lopen, en dat hij schatrijk was, zoals we nu zeker weten met papieren in de handen, er zijn er honderden die die papieren kennen, dat bijna iedere Trotskist of bijna iedere communist miljoenen, miljoenen in Genève op de bank had staan. Daarom zegt Timotheus in de Bijbel, het geld kan een duivel zijn. Als je geld weet te delen en uit te delen, kan het liefde pretenderen. Dus zo zit dat in elkaar. En nu, Davos is gebaseerd op communisme. Dit is geen communisme van de communiteit zoals christenen die kenden: samen delen, bij elkaar komen, voedsel, liefde. Nee, dit is communisme gebaseerd op Karl Marx en de hele groep die daaromheen zat. En dat is niet alleen dat communistische manifest, wat gesubsidieerd werd. Marx zelf in zijn levenswijze met al zijn kinderen was niet bepaald een voorbeeld, net als Jean-Jacques Rousseau. Met zijn tien kinderen, Emile ou l'éducation, kon hij zijn eigen kinderen niet eens opvoeden. Karl Marx was schatrijk, dankzij zijn vrouw van Westfalen, die weer bevriend was met bankiers. En dit soort mensen dragen boodschappen uit waarvan wij moeten weten, waar moeten we van weten is dit communisme? Is dit communiteit? Nee. Het werkelijke communisme heeft niets met de ideologie te maken, heeft niets te maken met atheïsme kern van marxisme is atheïsme. Maar hij heeft te maken met samen delen, voor elkaar opkomen. En daar is Karl Marx niet alleen niet in geslaagd. Zijn hoofddoel was om dat diepe aspect kapot te maken. En Davos is de kern van de groep, communistisch, gebaseerd op Karl Marx, gebaseerd op een evolutietheorie. Vandaar het zo belangrijk is dat mensen... gaan Ik ben als antropoloog, vooral bij het onderdeel fysische antropologie, ben je opgevoed. Hoe een evolutie verloopt. Hoe DNA aan elkaar zit. Ga daar werkelijk over nadenken. Oh my dear. Als later professor Collins zegt. De man van DNA. Dan we niet over Crick en Watson. Zeer diep in DNA doorgedrongen. Hij zegt daardoor ben ik spiritueel geworden. Dat zit fabelachtig in elkaar. Denk je dat je dat ooit op de universiteit hoort? Never. Never. Uh, zoutzuur, oxide, zo is ontstaan, dit zit erin, daar, daar, kunnen manipuleren, zegt Bill Gates later ook nog. Maar je hoort nooit over het mysterie, het wonder wat het werkelijk is. Hmm. En dat wordt nu kapot gemaakt. Men probeert te transhumaniseren, men probeert een groot deel van de mensheid letterlijk op te ruimen. Men probeert via hongersnoden, klimaatrampen, de mensen onder druk en onder angst te brengen. En ik ben zeker vanuit mijn hart, vanuit mijn hart, alle kracht. Alle liefde, alle macht, niet macht om te onderdrukken, ligt in de ene met een hoofdletter. Dus de mens die dit blijft continueren, gaat zelf ook hele grote problemen ervaren. Hele grote. Hmm. En daar houdt men geen rekening mee in Davos. Men houdt geen rekening dat je niet schaamteloos al die grenzen kunt overschrijden. Dat is een hoogmoed, niet behind the throne. But they love it to sit on the throne. En er is nergens een GOD die op een troon in het universum zit. Dat is puur joy, puur liefde, puur kracht, puur consciousness, zonder begin. Kun je het voorstellen, Steven, dat er geen begin ligt? Dus nu zegt de kwantumfysica en de astrofysica. Er zijn heel allen die ontstaan. En dan heb je een big bang. En dan op het eind een big crunch. En dan verdwijnt het en kan het opnieuw beginnen. Dat is niks nieuws hoor. Toen ze mij dat voor de eerste keer zei, ben je met die ouderwetse theorie nog bezig? Dat staat al lang in de Veda's, dat de ademhaling van de ene, vanuit Brahman, de ongondelijke zijn, via Brahma, de schepper, wat je bijna niet mocht uitspreken op de universiteit, dat er een schepper is. Ik bedoel niet die imitatiescheppers met hun DNA-manipulatie en transhumanisme. Maar met de ademhaling van Brahma, die kosmische periodes omslaat. Zoals wij in een korte ademhaling 18 keer per minuut ongeveer ademhalen. En in 24 uur 25.920 jaar overeenkomstig de geschriften van Plato. Onvoorstelbaar. Nee, er wordt gezegd: big bang, big crunch. En dan uit die oersoep loopt het af. Leugen. Ouderwets, helemaal niks nieuws. Ik zei in de lezing: er zijn nu astrofysici die niet meer zo goed slapen. Echt letterlijk niet meer zo goed slapen. Hawking op het eind van zijn leven ook. We worden opgevoed zoveel leugens. Louis Pasteur, even een sprongetje maken in Frankrijk. C'est le grand maître. Hè. Hij heeft nooit over virussen gesproken. Soms verbinden ze hem met virussen die kenden ze helemaal niet. Vlak voor zijn sterrenbed zegt hij: C'est pas la bacterie. C'est l'environnement. En zie je zijn grafplaats met engelen die hem bejubelen. Ga je kijken naar uh, zeg maar, grote, grote antropologen ook. En, en grote fysici. Eugène Dubois die heeft een mens ontdekt die zou de tussenschakel zijn. Ja, van van, van zeg maar de aapachtige mens naar de homo sapiens. Nou, ik heb daar letterlijk jaren studie over gemaakt. Over al die leugenverhalen. En Hekel, Ernst Hekel, professor, die zegt op een gegeven moment in zijn embryologie: je kunt die tekeningen nu nog steeds bestuderen. Dit komt daarvan, dat komt daarvan, toen is daar geëvalueerd. Hier zie je de moederschoot. En die tekent embryologie een heleboel vanuit fantasie, letterlijk. En toen kwamen er een paar professoren die gingen er onderzoeken: dit klopt gewoon niet, professor Ernst Hekel. Ze hebben uitgedaagd voor de wetenschappelijke raad. Weet je wat hij zei? Met mij zouden honderden wetenschappers moeten staan vanwege bedrog. Ernst, hekel. Hmm. Dat word je op de universiteit toch niet verteld. En zo kun je tientallen voorbeelden. De mens wordt opgevoed in een evolutietheorie, in marxisme, in systemen, puur brainwashing. Brain, met, met die honderden miljarden cellen is dit alleen it's only an instrument. Als in Nederland, Dick Schwab, de neuroloog, zegt. Maar ja, de hersenen produceren bewustzijn. Dan zou ik hem bijna nu zeggen: wanneer, waar dan ook, we mogen er samen eens over praten. Het is omgekeerd. Omgekeerd. De hersenen zijn een instrument waardoor consciousness, bewustzijn, zich kan openbaren. als het zelf, het Atman, het Brahman. Pure love, pure consciousness. Dat wordt ons niet geleerd. En dan wordt gezegd: ja, maar je kan nog een chipje hier doen en een chipje daar. En dat is nu de komende jaren. Keihard aan de gang. Zeer snel. Om dit te verdoven, hard te verdoven en noem maar op. En wat gebeurt er? Er zijn twee mogelijkheden. Hè? Ofwel kunnen we het stoppen, ofwel niet. En ik ben zo echt benieuwd naar hoe het er zou uitzien als we met niet genoeg wakker worden. En hoe de wereld er zou kunnen uitzien als we wel met genoeg zijn om het kwaadaardige plan te kunnen doorprikken. <tus> Het zijn kwaadaardige krachten. We zijn bijna allemaal opgevoed. Dat bestaat niet. Er bestaat geen duistere kracht. De Qataren wisten het al lang. Il y a le bon dieu et le mauvais dieu. Dat wil niet zeggen twee goden, zoals de kerken van gemaakt zijn. Zij wisten werkelijk wat God. Met de woord is, puur joy, puur love, puur consciousness, puur bewustzijn. En dat er een kwade kracht is, die in de Nag Hammadi-bronnen, gevonden in het plaatje Nag Hammadi in Egypte, midden-Egypte, daar staat dat die kwade God Yaldabaoth heet, die we kennen als Yahweh. Wrekend, bedreigingen. Ik heb het al een keer in de lezing gezegd, die laat heel Jericho platleggen. Hij zegt zelfs, op zijn Frans tué la tous, wat ze tegen de Qataren zeiden, dood ze allemaal. He? En daar is de mens mee opgevoed. Dus de mens moet eerst wakker worden. Wat is spiritualiteit echt? Wat is GOD werkelijk? Wat is de ene werkelijk? Daar zijn honderden namen voor, maar je kan het ervaren in je eigen hart. En je dat gaat beseffen en je ziet deze oorlog zich afspelen, dit krachtenspel wat immense is. Je gaat je vertrouwen herstellen. En dan weet je: niet genoeg mensen die wakker worden, dat is al vaker gebeurd in het verleden. Maar nu zitten we in een eindstrijd. Wat vroeger gebeurde en weer opnieuw ontstond om weer opnieuw in die fuik te komen, in die matrix, is nu een eindstrijd, letterlijk. Dus dit is een groot kansenspel. Of je komt eruit, je snapt het, je stapt eruit met genoeg mensen. Je zegt, doe maar aan de machine zegt, nee. Doe het niet, dan zul je in de komende maanden, komende paar jaar, enorme catastrofes zien plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat omdat de vorm vernietigd wordt... dat consciousness, bewustzijn weg is. Maar er is een hoop lijden. Er is een hoop pijn. Er is een hoop verdriet. Er is een hoop smart. Wat je nu al ziet in veel Afrikaanse landen. In Ethiopië, in Somalië, in Pakistan. Een hoop lijden. Hebben we genoeg kracht? Dan probeer het later via mijn boeken weer. Omdat ik nu ook hoop meer te kunnen schrijven. Op het moment dat je dit bewust wordt... En ik je echt zeg, jongens, ik ga niet meer naar mijn café en mijn borrel... en alleen maar lui voor de televisie en ik laat me amuseren. Dit is onzin, dit is complottheorie en wat dan ook. Ik daag letterlijk, ja, ik hoef dat niet eens te zeggen, uitdagen, wat dan ook. Complottheorie bestaat niet, het is feitelijkheid. Aantoonbaar. Ik moet nu wel zeggen, um, de laatste twee jaar ben ik kritischer geworden. Ik zal het zo noemen. Uh, probeer ik de wereld beter te begrijpen, maar... Mijn leven was wel iets aangenamer en makkelijker Tuurlijk. tot pakweg drie jaar geleden, toen ik wel op café pintjes ging drinken uh, en de dag nadien een kater had. Uh, <laughs> allee, het is, het is van, ik vind het ah, zeer, ja, zeer oprecht. Soms, je, soms nee. is het wel lastig om te begrijpen dat we niet heel goed behandeld worden door een bepaalde elite die ja. andere plannen heeft. Ja ik vind het heel oprecht dat je dat zegt. En ik ben absoluut niet tegen het feit dat mensen een pintje drinken. Dat ik zelf dat niet doe, is iets anders. Maar het is geen oordeel, beoordeling, veroordeling. Absoluut niet. Maar het gaan om buitengewoon ernstige dingen. En dat betekent dat je vrijwel meteen. We hebben honderden mensen hierover gesproken. In het begin word je geschokt. In het begin slaap je misschien wat minder. In het begin denk je: is dit, zit dit zo in elkaar? Maar hoe meer je ook terug durft te gaan naar je hart. Letterlijk en figuurlijk. En daar de bron gaat ervaren wie we werkelijk zijn. Werkelijk zijn. En dat de aanslag is om dit te verduisteren. Ja, dan gooi je het roer om. Het roer moet om. Want bijna heel de politiek in heel Europa, zelfs Europa. Wat is Europa? Europa is een plan ontstaan door Kalergi-Koudenhoven. Zionisme avant la lettre, samen met Rockefeller. Samen met belangrijke politici als uh, Belgische politici, Spaak en zo, zaten er allemaal in. Dan krijg je een heleboel mensen uit de CIA die bij betrokken zijn, Ellen, die ook bevriend is met Vaticaan. Europa is een bewust gepland project. Bewust. Ook de euro en ook de Goldman Sachs banken, tot en met presidenten later, Draghi en al die anderen, Barroso. Moet niet, zeggen, is dat toeval Nee, dat is geen toeval, dat is gepland. En waarom? Wat, was het, wat is het doel dan? Het doel van Europa is niet. Dat is gebaseerd op de oude mythe uit Griekenland van Europa. Hè? Dus de, de stier en Zeus en hoe dat beestje uiteindelijk een vrouw verkrachtte. Het is gebaseerd op verkrachting. Sta je voor het EU-gebouw, moet je eens goed kijken wat er staat. Er staat een soort godin met een, een euro in de hand. En onder haar voet staat een, ligt een hand van iemand die. En iedereen ziet het daar. En die kijken niet wat er gebeurt. Grijpen, wat staat hier eigenlijk? En de bedoeling van de EU, van de VN, van vroeger de UNESCO, van vroeger de Volkenbond. De Volkenbond is gesticht. Hoe? Wanneer? Met Rockefeller. Wie was de eerste secretaris? Maurice Strong. Ik zeg altijd: strong, stronger, strongest. En wie wordt later de man van het klimaat bevriend met Goldman Sachs? Strong. En waarom? Waarom? Omdat hun plan is de mensen die nog kan bestuurd en bediend worden, maken we tot slaaf. En de rest die te dom zijn of weet ik wat, wist, eruit. Dit is de grootste act tegen de liefde, tegen waarheid, tegen het licht die je ooit kunt voorstellen. En dat betekent dat ieder mens die er bewust wordt, eerst een shock doormaakt. Een verdriet ook. Een. een, een dit kan niet waar zijn. Dus de top die, die weet dat het waar is, dus die probeert de mensen duidelijk te zeggen, joh, die mensen zijn gek, dat is complot en uh, jullie zijn gelukkig, denk nou eens compleet. Dus er is een shock, dat is een omscholing, omschakeling, maar uiteindelijk ook een gigamogelijkheid naar het echte heimwee, de pijn naar thuis, wie ben je werkelijk? Ik ben opgevoed in filosofie, ik heb het al een paar keer gezegd, met ook filosofen als Descartes. Ik maakte toen al op de universiteit het grapje: Descartes betekent letterlijk. Van de kaart, Descartes. En niemand op de universiteit stelt bijna de vraag: Je pense, donc je suis, cogito ergo sum. Wie is dat ik? Wat is denken? Wat is dank, dus? En wat is bestaan? Wie ben je werkelijk? Ben ik dit lichaam? Ben ik de zintuigen? Ben ik de smaak? Ben ik het horen? Ben ik het zien? Ik ben de ziener in alle zien, zegt Krishna in het lied van de Heer, de Bhagavad Gita, meest gelezen werk na de Bijbel. Ik ben het horen van alle oren. Ik ben het proeven van alle smaken. Ik ben het ruiken van alle geuren. Dat wil dus zeggen dat is een totaal bewustzijn, dat noem, brengt me in een relatie met verlichting. Verlichting is dus dat je niet meer aangesloten bent op een betrekkelijk hersenbewustzijn. Maar dat ieder mens de potentie heeft in dat mega superbewustzijn, die joy, die vrede, die vreugde, die nou geleid wordt tot een persoonlijkheid, tot een ego, tot een lichaamscultuur. Maar dat ben je niet. Dat wil niet zeggen dat je het niet goed moet verzorgen en onderhouden en er ook een zekere vreugde aan kunt beleven, waarom niet? Maar dat is niet wat je bent. En dat probeer me kapot te maken. Je zei daarnet net dat we nu in een eindstrijd zitten en waarom uitgerekend nu? Dat heeft te maken met het feit wat ze in de in de astrofysica noemen Big Bang, Big Crunch, gaat nog vele malen dieper en dan kom je bij de oude werken uit India, de Veda, het oude weten letterlijk. In de, de Mahabharata, het lied van de helden, staat zo vaak onwetendheid, onwetendheid. Nagamadi, Philippe's Evangelie. Onwetendheid maakt u tot slaaf. Het is eigenlijk een slavin in u. Dus we zijn onwetend. En uh, ja, waar zijn we onwetend van? Van waar we net bespraken. En waarom juist nu een eindfase? Alloze keren is al beschreven dat werelden komen, verschijnen en verdwijnen. Heel al komt op, verdwijnt en verschijnt. Boeddha heeft een sutra gebracht, een prachtige tekst. Van alle bergen, zegt hij, is de berg Meru de hoogste. We zouden nu zeggen de top van de Himalaya. Maar, zegt hij, eens na duizenden, miljoenen, honderden miljoenen jaren is die berg er niet meer. Zo gaat hij stap voor stap verder. Dan zegt hij namarupa, naam en vorm. Alles wat naam heeft en vorm, is niet wat het werkelijke zijn is. De Boeddha-natuur, de lichtnatuur. Nu, dan legt hij ook iets uit, heel betrekkelijk, over grote periodes, kalpa's. Dat doet hij heel betrekkelijk, omdat hij dat in zijn onderricht niet wezenlijk vond. Maar in India zijn er nog schatten bewaard. Je hebt openbarende fases van het universum en slotfase. En de slotfase heet een pralaya. Daartussen heb je maha-yugas, grote periodes. Kleine yugas en nog kleinere. Wij komen nu binnen een maha-yuga, grote periode. Binnen een slot van vier cruciale yugas. Die noemen we een jaar. En continu is die strijd er geweest. Maar waarom er nu een eindstrijd is omdat deze zogenaamde goden, deze Anunnaki-krachten, deze watchers, heel goed weten dat nu, na een enorme lange, periode, enorme lange periode, het licht definitief ingrijpt. Dat is ook het grote kansspel. Dat wordt de oost genoemd die binnengehaald wordt. In het boek Apocalypse wordt dat. Boek Openbaring betekent dat hè? dat de oogst wordt binnengehaald, de strijd enorm zal toenemen. De Draco, de draak. Je weet dat Rothschild's dynastie met de draak verbonden is. Dus nu is het een eindstrijd waar alle krachten, alle machten uit de donkere periode, Archontoi genoemd, en Nagamadi, zich inzetten, want ze weten als dit mislukt, is nooit meer mogelijk. Nooit meer mogelijk. En ik zeg je uit de grond van mijn hart: dramatisch wordt het. Maar het kan ook een feest worden van licht. als we het vertrouwen weer in het licht terugvinden. Ik zei al, het licht strijdt niet, het licht is. Het licht schijnt ook in de duisternis. De duisternis snapt er niks van, want die ziet alleen zijn donkerte. Maar het is ook de periode. als we ons verenigen, in onze kracht staan, in onze werkelijke liefde, een werkelijke oergrond hè, die we zijn. Je wordt letterlijk eh, stevig beschut en beschermd. Op het moment dat je dat durft en ook zegt... ja, vroeger was het wel makkelijker met mijn pilsje en daarna dit en dat... en je gaat die nieuwe fase in, stapje voor stapje, na het verdriet... nou, ook misschien sommige mensen... ik hoorde gisteren dat 20% van de jongere meisjes nu vrij depressief is... in een tijd van sinds de covid. En waarom? Wie leert deze jonge mensen? Sommigen hebben grote tattoos, zijn prachtzielen waar. Ze zeggen eigenlijk met een tattoo, zie je me eigenlijk... Zie je wie ik ben, wat ik ben? Niemand luistert. En die jonge meisjes of jonge jongens, wat krijgen ze nog aan doel voorgeleefd? Dat is hun hoofddoel, dat je het doel van het leven, wat er is, met een evolutietheorie schrappen. Weg, er is geen doel. Er is geen uh, toestand die jij schetst. Dan zijn eigenlijk goed bezig, want uh, de agenda wordt vijf jaar versneld. Ja. Dat wil zeggen dat er meer... Allez, zoveel mensen wakker zijn ja. als ze weer geschikt krijgen. eigenlijk. Ja. Zij weten drommels goed dat het versnellingsproces van de wakker mensen enorm snel goed. Enorm. Nog, naar mijn gevoel mag het nog stukken sneller Maar ze weten dat. Dus bepaalde technologieprogramma's kunnen ze niet eens maar uitvoeren. Als je Elon Musk ziet met zijn 42.000 satellieten moeten dat zijn hij heeft er al meer dan de helft de lucht in gestuurd. Denk je dat die man of de media. wij besturen de media, zijn we beginnen. Ooit zeggen dat dat een totale controle binnen de galaxis wordt. En dat als je wat daarvoor zegt via Swap, een portet dat we gaan shippen, iedereen, waar dan ook, gecontroleerd wordt. Of dat het via smartphone is, internet, waar dan ook. Je wordt continu, en bevalt het er niet, weet je wat ze kunnen? Letterlijk met een druk op een centrale knop schakelen ze je letterlijk fysiek uit. Letterlijk omdat dat in je lichaam zit, of je gaat vaccins nemen, je bent dus wel een boosaardige geest als je zegt dat vaccins niet kloppen. Nu je kan je tien boeken, ik heb ze al gepubliceerd van top, top, top virologen, of we nou Ioannis noemen of uh, uh, Mullis of Vele of uh, Verena Schreiber. Als je een boeken werkelijk leest uit de top van de top, die wordt verzwegen wat er in vaccins ook wordt gedaan. En ik behoor niet tot de doemdenkers, iemand die toch per ongeluk bezweken is. Ik doe het zelf nooit, never, never. En die zegt, ik heb zo spijt dat hij dan ook stukken leest. Ja, je bent verdoemd en veroordeeld. Je komt er nooit meer bovenuit. Dat gaat mij ook te ver. Dat gaat mij echt te ver. Maar ik zou iedereen zeggen: alsjeblieft, alsjeblieft. Je immuunsysteem is krachtig genoeg. En nu moet men toegeven dat COVID-19 toch veel minder slachtstreepje offers. Mooi woord, hè? Slachtoffers. Via de angst. En uh, moeten we wachten op COVID-20, COVID-21. Hoe is het begonnen? Waarom zijn er in Oekraïne tientallen laboratoria... die niet naar voren komen van de Amerikanen? Tientallen. In China, Wuhan. Wordt verswegen. Wordt verswegen. En zo worden er dingen uitgezet... waarvan ik zeg, ja, dit doet mij verdriet. Omdat ik het lijden zie... En ik vind het verdriet en het lijden wat de levende wezens, niet alleen de mens, maar ook de dieren, de planten, de bomen nu doormaken, is gigantisch. En daarom til ik het ook mede in het daglicht, niet om een rechterstoel in te nemen of te zeggen ik oordeel of veroordeel. Want ook zelfs misdadigers, die iets misdoen, moesten wij achter ons wieltje kijken van reïncarnaties. We, zijn we lang niet iedere keer een heilig mens geweest hoor. Maar ook een misdadiger, een klein voorbeeldje, bij Boeddha. Had je verschillende zware misdadigers. En één uh, was er echt, uh, ja, die sneed vingers af. Die wilde ook de vingers van de Boeddha afsnijden. Toen zei een van de leerlingen, daar moet je niet naartoe gaan, naar Angulimala. Tegen letterlijk Angulimala, die de vingers afsnijdt. En toen zei Boeddha, terecht zoals ook Christus, ook iemand die misdoet, kan een heilige zijn. De Boeddha die siddhi's heeft, ieder grote leraar heeft siddhi's. Sommigen passen ze nooit toe, anderen openbaren ze. Op een gegeven moment loopt Boeddha door het woud en achter hem is Angulimala. Die wilde letterlijk de Boeddha killen, wat onmogelijk is. Je kunt zo'n meester nooit doden, tenzij met de toestemming van het ene. Dat is onmogelijk. Dus Boeddha, die draait zich op een bepaald moment om in dat woud en hij kijkt richting Angulimala die Pijlen schoot die continu langs de boeddha afketste: Waarom wilt u mij doden? En dan maakt hij contact met Angulimala, kijkt hij in de ogen en Angulimala begint te wenen. En hij trad toe tot de Sangha, de groep van mensen die het pad naar binnen wil gaan en is wat men daar noemt een Aharat, een heel mens geworden. Dus we moeten ook de ruimte overbelaten zonder op de rechterstoel te zitten. Dat is ook misdadigers, maar gaat het richting demonie, dus werkelijk bezeten gaat worden door die krachten, treedt een hele moeilijke situatie op. En is dat dan het geval bij die Rothschilds en Rockefeller's? Zijn zij dan bezeten door die? De Rothschilds getracht, kijk, de Rothschilds zijn zo bekend in de wereld, maar ze werken toch vrij op de achtergrond. En de, de vader, de oorspronkelijke Rothschild heeft al gezegd: geef mij de macht over het geld en ik bestuur de wereld zij behoren wat David Icke schitterend heeft geschetst tot de top van de piramide die rechtstreeks contact heeft met wat we noemen de watchers. Ik kan niet zeggen die wel, die niet, zo, so, zo, so, zo, maar het zijn krachten die bezeten zijn, laat ik het zo noemen, bezeten zijn met geld. En dan moeten we de vraag stellen: hoe komt het dat in Frankrijk uh, na Pompidou die directeur van de Rothschildbank was, president van uh, Frankrijk dat je daar zoveel jaar later een Macron ziet, die Le Mozart de, de, de economie werd genoemd en bij de Rothschild Bank heeft gewerkt, en de topadviseurs Menk en Attali... heeft, die bij de Rothschilds vrienden zijn aan huis. Zo dus kan ik je tientallen voorbeelden noemen. En dan kom je achter wat de Christus ook liet zien: de macht van het geld. Hij geld liefdevol gebruikt, positief, is een zegen, is een zegen. Maar ga je het gebruiken als macht, dan wordt het satanisch. Waarom satanisch? Satan betekent het in het Hebreeuws letterlijk tegenstander van wat? Van vrijgevigheid, van delen. Dan ben je dus aan de verkeerde kant staan. Dus al deze machtige bankiers, en daarom is het ook dat Jefferson, derde president, als dus ik me niet vergis in Amerika, Jefferson, groot president, heeft een uitspraak gedaan. Het kan zijn dat ik het jaartal niet helemaal goed zeg. 18e, 19e, 18e eeuw ongeveer. Wel de uitspraak ken ik nog van hem. Hij zegt, de bankiers, zegt hij. En dan praat hij over topbankiers. Want er zijn hele fijne bankiers ook. Hè, ook hele mooie banken op gebied van uh, vrijgeestesleven en zo. Maar de topbankiers, zegt hij, zijn gevaarlijker dan een leger van een land. En als Hollande, president van uh, Frankrijk... Uh, zeg maar, uh, na Sarkozy, die als Hongaarse Joodse man ook heel veel vrienden op dit gebied had. Als Hollande openlijk zegt, kunnen dus een boek ook nog teruglezen. En voor de televisie heeft hij het fluisterend gezegd. La vraie puissance, c'est pas moi. C'est l'argent. De werkelijke macht ligt bij het geld. Dan kom je bij een tekst van Timotheus uit het uh, Nieuwe Testament. Het is een geldduivel als je er verkeerd mee omgaat. En daar richt je buitengewoon veel kwaad ja. mee aan. En daarom heet het ook de keuze die een christen stelt. Je kunt niet twee paarden tegelijk bereiden. Je kunt niet kiezen voor macht, geld en tegen de ene. Dat kun je niet doen en ondertussen zeggen: ik ga het innerlijk pad. En het wordt ook wel eens genoemd de keuze tussen het ware, de ene, de liefde en Baalzebub. De duivel. Of God. Jean-Paul Sartre, die ik een keer persoonlijk heb mogen ontmoeten in Cartier latin die overigens gestorven is, de grote Sartre, in de handen van een rabbi. Zo bang was hij voor de dood. Hij was bang voor de dood. Beschreven door een Franse auteur dat ik echt zei: Is dit mogelijk, deze grote Jean-Paul Sartre, Lanauzé, Dieu et le Diable, gestorven in de handen van een rabbi uit angst? En zo zit de wereld in elkaar. Je moet de keuze maken voor macht, uitbuiting, overheersing, schaduw, donkerte. Of dat je beseft dat je een kind van het licht bent. En nogmaals, zoals we begonnen: ik zit hier niet om aan te klagen of te zeggen jij, jij, jij. Maar ik vertrouw ook van binnen op de brief van de Efeziërs: Til het in het daglicht, juist nu. Want de mens mag, moet weten hoe dit krachtenspel in elkaar zit. En dat is onze tijd. Onze periode, onze komende paar jaar, onze komende maanden. Misschien moeten we ook eens heel even gaan kijken naar de Qatar, want die heeft u toch heel lang bestudeerd. Kunnen we eigenlijk van hun iets leren in deze huidige periode? Zeer, zeer, zeer veel. We wonen met een blijdschap in het gebied van de Qatar al jaren. En uh, Katar, in het Grieks, betekent letterlijk de zuiveren. En niet van kijk eens hoe zuiver ik ben, maar zij probeerden het zuivere pad van het hart te gaan. Geen instituut, geen macht. Man, vrouw, gelijkwaardig. Ze hadden wel een innerlijke kring van hen die puur celibatair leefden. Letterlijk betekent celibaat, heel leuk, koilus, batijn. Je huurt met de hemel. Dus met andere woorden, ook dat proces transformeer je in je. Wat iedereen mag, moet doormaken, iedereen. Maar dan kom je in een hoger plan. Dan ga je de diepte van het bestaan nog dieper leren kennen. En de Kataren, die door de bogomielen, de godsvrienden uit Bulgarije, uit zelfs het gebied van grenzen aan Oekraïne beïnvloed werden en die in Italië de Patareni heetten, die wisten vanuit innerlijke kennis, gnosis genoemd, Nagamadi bronnen, Thomas 7G kenden ze. Het is de grote Vlaamse mysticus Erik van Ruisbeek... die ik als een van de dierbaarste diepe vrienden heb mogen kennen... dat we samen het evangelie van Thomas... in verschillende talen de wereld in hebben mogen sturen. Maar de Kataren kenden het al. Het is professor Gillis Quispel... waar we een hele goede relatie mee hadden... die Harvard-prof en later prof in Leiden... die betrokken was bij de Hammadi bronnen vriend nog van de toen levende Carl Gustav Jung... Wij kregen Nagamadi via de uitgever op ons bordje om met een groep dat project te vertalen. Daar hadden we tijd niet voor. Dus hebben we toen doorgegeven aan twee bekwame mensen. Maar de Qataren kenden uit de Nagamadi-bronnen Evangelie van Thomas. Paarel van de Evangelie. Zij wisten de genozes. En hun beweging werd vanuit de Ariège, wat nu Occitanië heet, want ze spraken een andere taal. Hè? Ook betekent in het. Uh, Occitaans, oui. Kom je die ook, zie je vier liter allemaal, oui. En zij hadden een kracht en een uitstraling dat dat in Europa een miljoenenbeweging werd: Bochumiele, paterenen. En toen zei Innocentius III, de derde, wat een naam hè, onschuldige derde, die zei op een gegeven moment na overleg met de Inquisitie: dit moeten we gewoon gaan uitroeien. Dat kan niet, want dan is het gedaan met de katholieke kerk. Want de Kataren zeiden, Roma, amor inversus est. Roma, dus de naam is de omkering van liefde, amor. En als je dan avion komt, waar nog steeds zo grote paleizen en een rijkdom en een schatten, en je kijkt naar Vaticaan... wiens bank hebben zij? Dat is letterlijk, dat mag iedereen weten, de Rothschild-bank. De centrale bank van het Vaticaan. En als je weet dat deze paus nog maar zes weken geleden een verbond met de Rothschilds heeft gesloten: dat al hun kunstschatten onder de grote kapitalistische bank komen, dan luister ik naar Yeshua: verzamelt u geen goud en zilver waar de mot in komt, vergankelijk. En de Kataren wisten dat. Ze dus dat bescheiden bezit. Deelde met elkaar, leefde in groepen, ging het innerlijk pad, leefde in grotten. Wat we nu absoluut niet meer moeten doen, dat was toen. Je hebt mensen die gaan dat imiteren, daar hou ik absoluut niet van. En je hoeft ook niet de broodmagen rond te lopen. Het is een innerlijk proces. En de Kataroi, die wisten dat. En die hebben letterlijk, letterlijk, tot de dag van vandaag, van mond tot oor, deze kennis doorgegeven. Vandaar dat de kerk dacht, dus de Mont Ségur, de veilige berg, Mont Ségurus, aanvielen. En daar ook een kring was van, van hoge ingewijden. Er zijn er vier, waarvan men dacht, dat zijn die en die en die, maar dat klopt helemaal niet. Die zijn aan de achterkant, via een geheim pad, waar we bezocht hebben en kennen, afgedaald. En toen zei men, wat was dan de schat van de Kataren? Was dat toch een beetje de schat van de Kataren, waar die vier mensen... Die van mond tot oor tot de dag van vandaag de kennis hebben doorgegeven. En dit soort boodschappen en boodschappers kun je nooit doden. Want hun boodschap gaat door. En het is niet van een persoon, niet van een ego, niet van dit is van mij. En de Kataren waren de echte christenen, werden ze genoemd. De ware christenen. En wat was hun boodschap dan? Of wat is hun boodschap? Ik wil daar loskoppelen van dit verhaal. Maar, ja. maar, maar laten we zeggen, de essentie die ik probeer naar buiten te dragen... en in de komende tijd vier boeken, met ook wat meer rust... want we hebben natuurlijk een gigadruk leven gehad. Ja. Een gigadruk. Een vriend had berekend, want ik deed het zelf nooit... je hebt 1550 lezingen gegeven, honderden themadagen... 30 boeken geschreven inmiddels. Daar geweest, daar geweest, voor televisie, radio... en op een gegeven moment, ja... Mag je ook een stapje terug doen, want je hebt ook een, een beperking altijd, zolang je fysiek leeft. En mag het van de ene, dan hopen we nog een paar boeken de wereld in te sturen die meteen vertaald worden. En de essentie van de boodschap is continu, baseer alles op het licht. Baseer alles op de liefde. En maak je foutje, alsjeblieft, zit niet te lang naar je fouten te kijken, maar naar je mooie kant. Baseer op vergeving, vergevingsgezindheid, mededogen, vriendelijkheid, vrijgevigheid. Al die deugden die we kennen, leef ze, beleef ze. En de boodschap is: je kunt nu binnenkort bewust gaan kiezen. Bewust, althans velen, niet iedereen. Sta ik in dat licht? Of kan me niks schelen? Zoek het maar uit. Zal mijn tijd wel duren? Wat veel lijden, veel verdriet. En veel pijn gaat veroorzaken. Verenig je staand licht, staande kracht, vertrouw op de ene. Persoonlijk voel ik een kostbare, diepe liefde voor de Christus. Maar dat is niet gekoppeld aan een persoon of een kerkelijk instituut of wat dan ook. Maar als manifestatie van het licht vanuit het grondeloze, de vader-moeder, die zich openbaren in een manifestatie hoe je kunt leven, hoe je mag leven, verbonden met de escenen, de therapeuten. Ik voel me zeer getrokken door een Boeddha. Maar uiteindelijk weet je, alles is letterlijk in ons hart. Denk aan de boodschap, daar gaat de mens voorlopig niet zoeken. Dat het een mooie boodschap is om uh, stilaan af te ronden. dan. Hè? Misschien nog een, een vraag, wat gaat u de volgende weken, maanden, jaren nog doen? Is dat dan vooral bedanken naast het uh, schrijven van, uh, van de laatste werken? Of, uh... In de Ariase kennen we toch vrij veel mensen. Het verzoek is daar een aantal keer geweest. Wil je toch in een kring nog een lezing geven wat er allemaal aan de gang is? En dat zullen we in een beperkte kring doen. Maar de hoofdaandacht zal liggen schrijven van boeken. We hebben veel persoonlijke contacten ook in de Ariëtische. Parels van mensen. Klinkt voor sommigen raar. <coughs> Socrates zei al: de mooiste contacten krijg je op de markt, zei hij. Op de markt. Dan moet je niet tegen een hoogleraar filosofie gaan zeggen. Hè? Nou, wij hebben de mooiste contacten ook, ook vaak op de markt. Met parels van mensen. We praten, nodigen uit, spreken met elkaar en we gaan weer onze weg. Maar hoofddoel zal liggen in het schrijven van een paar boeken... waar al afspraken met de uitgever over gemaakt is. Over het mysterie van het licht. De titel die geef ik liever voorlopig nog niet prijs. Het mysterie van het bloed. En waarom in onze tijd zoveel oorlog en slachtpartijen plaatsvinden... om dit kostbare bloed, denk waar we samen over hadden... bloed is dan ganz bijzonder zacht om via slachtoffers dit bloed te offeren... En bloed is de tussenweg, de kracht in ons lichaam om tot het absolute licht te komen. Dat hoop ik te kunnen, te mogen beschrijven. Dat is een gigaproject. En daar moet je ook meer tijd en meer rust voor hebben. En zeker niet onder druk moeten schrijven. Dat proberen we te doen. En zo spoedig mogelijk, zo spoedig mogelijk de wereld in te sturen. Gekoppeld aan de mondiale transformaties die aan de gang zijn nu. En, uh, en waarom is dat zo belangrijk voor u, om dat toch nog te kunnen brengen? Het is niet belangrijk zozeer voor mijn persoon... maar ik zie zoveel lijden wat vermeden kan worden. Je hebt lijden wat moeilijk te vermijden is, waar mensen in zitten... en wat je overkomt, of dat je al, al lange tijd doormaakt. Maar er is ook vermijdbaar lijden. En mochten we daar een druppeltje aan mogen bijdragen... door inzicht, ja... Maar kijk wat we nu gedaan hebben. Wij zijn zo'n 14, 15 dagen op tocht. Van hotel naar hotel, van vertrek naar vertrek, ontmoeting naar ontmoeting. Korte nachtrust, korte nachtrust, korte nachtrust. Dat hebben we natuurlijk jaren gedaan. Jaren. En dan is het moment dat je zegt... Kijk, ook omdat ik geen eh, persoonlijkheidcultus wens om me heen... maar respect wederzijds op basis van spiritualiteit... Willen we ons nu terugtrekken meer om juist de belangrijke boodschap, hoop je dat het belangrijk kan zijn, mag zijn, om die naar buiten te brengen? Daar gaat het om. En ik was ja, ook dat ze je vragen voor supermanifestaties met duizenden. En dan zeg ik, ik ben geen rockster en geen popster. En laat mij ook met het dierbare levensmaatje en vrienden en vriendinnen over het pad niet alleen nadenken, maar het leven. Er komt ook een keer in je leven een afrondingsperiode. Mm -hmm. Ik mag een beetje weten hoe oud ik mag worden fysiek, maar gebruik de kostbare tijd. Gebruik hem iedere dag. Hè, pluk de dag is geen cliché. Hè? Pluk de dag, iedere dag. Hoe ga je het doorbrengen? Wat ga je doen? Uh, Deutsche Variante. het heerlijke niks doen. Als je het echte heerlijke niet iets doen begrijpt. Niet iets doen. Dat die andere kracht jou doordringt. Wat voor iedereen mogelijk is. En ga niet denken: ik moet perfect zijn. Of ik moet zo zijn. Dat is misschien om daarmee af te ronden. Er is een prachtige Upanishad. Dus de kern van de wijsheid uit India. Die wij via Nagamadhi kenden. kennen. En daar staat in de Upanishad. Ik meen de Chandogya. Niet overal staat die. Volmaakt is volmaakt is volmaakt. Trek volmaakt af van volmaakt en wat overblijft is volmaakt. Dus, zelfs in de chaos, ab chaos ordo zeggen de Illuminati, zelfs in het lijden, zelfs in het verdriet, moeilijk te verstaan voor hen die niet dieper mogen nog kunnen schouwen, is het volmaakt wat er gebeurt? Zo moet het gebeuren. En ooit komt het moment dat we diep, diep mogen begrijpen waarom en hoe het in elkaar zit. En dan adem je eruit, daar er leef je uit, daar heb je ook met elkaar contact over en daar zwijg je ook over. Het is ook belangrijk naast het praten om ook periodes van stilte met de mond in acht te nemen. Nee. Heel mooi. Ik was begonnen met te zeggen dat u een man bent met een buitengewone missie. Ik denk dat u dat wel duidelijk heeft gemaakt en, en heel mooi heeft uitgelegd wat uw missie eigenlijk is. En ik wil u daarvoor heel hard bedanken om dat hier bij ons te, te doen. Uh, en ik wens u ook heel veel succes met de laatste boeken die u hopelijk nog mag, mag schrijven. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die ook wel heel veel gelezen zullen worden. Ik mag blij zijn dat ze op dit moment superveel gelezen worden. Ik wil jullie ook bedanken. Voor mij doen jullie zo belangrijk werk. En waarom je het dan ook soms moeilijk hebt of weggehaald wordt, is een teken dat je het heel goed doet. Want ze, we ze weten heel goed dat dit soort boodschappen liever niet de lucht in gaan. Dank jullie wel voor de tijd, voor je werk, voor je inspanning, voor jullie wakker zijn. En alsjeblieft, alsjeblieft, ga voort. We gaan zeker ons best doen om te blijven verder doen. Dank u dank wel, Marcus. Uh, en ook jullie, beste kijkers en luisteraars, dank u wel om weer gekeken te hebben. Uh, vergeet zeker onze website niet te bezoeken, want we hebben daar een aantal zaken toegevoegd. Uh, en dan zie ik jullie heel graag terug volgende week.